Heb je nu net als ik altijd ruzie met de vrouw als je op de camping aankomt omdat je de juiste satelliet niet kunt vinden? Dan hebben we met de Travel Vision R7 de ideale oplossing. Hallo, ik ben Bram en welkom bij Obelink. De Travel Vision R7 is een volautomatische satellietantenne waarmee je in bijna geheel Europa bereik hebt. De Travel Vision R7 combineert de voordelen van een volautomatische schotelantenne met die van een mobiele schotel. Met slechts één druk op de knop vindt de Travel Vision R7 geheel automatisch de door jou ingestelde satelliet. De Travel Vision R7 werkt als volgt. Stap 1. Plaats het statief los op de grond. Stap 2. Sla nu de meegeleverde haringen door de poort van het statief in de grond. Nu staat het statief stevig op de grond. Stap 3. Schuif nu het bovenste deel van de schotel bovenop het statief. Stap 4. Zet de R7 schotel aan. Dit doe je door de omknop een paar seconden ingedrukt te houden. Zoek door middel van de pijltjestoets naar de juiste satelliet. Dit is normaal gesproken Astra 3 voor Kanaal Digitaal of Eutelsat 9 voor Join. Stap 6. De module geeft nu aan in welke positie de LNB gedraaid moet worden. Draai de LNB in de juiste positie. Stap 7. Druk nu op de startknop. Vervolgens gaat de schotel zichzelf uitrichten. Stap 8. Wacht tot de schotel zich volledig heeft uitgericht en dit aangeeft op de module. Op de module zal komen te staan, satelliet gevonden, optimaal signaal en verwijder de module. Stap 9. Verwijder nu de insteekmodule uit de Travel Vision R7 schotel. Het is belangrijk om de module te verwijderen, omdat je zo de schotel meer beschermt tegen diefstal. Als mensen je schotel meenemen, hebben ze hier niks aan zonder module. Stap 10. Draai nu de bijgeleverde satellietkabel aan de onderkant van de schotel vast. Stap 11. Draai de andere kant van de satellietkabel direct aan je televisie, ontvangen of buiten aansluiting van je caravan of camper. Nu kunnen we televisie kijken. De insteekmodule van de R7 heeft een interne accu. Hierdoor heeft deze geen stroom nodig. Natuurlijk is het af en toe wel nodig om deze op te laden. Dit kun je doen door middel van de meegeleverde adapterkabel. Nog een voordeel van de R7 schotel is dat je deze overal kunt neerzetten door de meegeleverde kabel van 15 meter. Zo heb je dus nooit last van bomen of andere objecten. Wil je nu net als wij lekker genieten van televisie kijken op de camping? Dan is de R7 de ideale oplossing. Heb je nog meer vragen over de R7 schotel of over onze andere producten? Kom dan eens langs in de winkel of bezoek onze website obelink.nl. Wil je meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal.